Hoe maak je jouw deadlift veel sterker en fijner zonder die rugproblemen voordat je gaat beginnen? En denk eraan, de deadlift hoef jij niet te doen, maar vind jij dat een fijne beweging of tof of stoer of sterk, wat het ook is. Als jij het fijn vindt, waardoor jij weer gaat trainen, kan je het lekker doen. Dat is jouw keuze. Oké, vandaag beginnen we met een paar 1990's, niet ingewikkeld. Even je heupen losmaken, een beetje aanzetten. Daarna doen we een paar prep walkjes, een paar andere oefeningen voor de schouders, rug, middenrug. Even alles aanzetten. Maar nu eerst 1990's. Je gaat zitten, je zorgt ervoor dat je knie bij je andere hak komt. Dan heb je een hoek en dan rol je over je hak heen naar de andere kant. Dan heb je weer dezelfde hoek en dat doe je een paar keer. Blijf niet te lang vastzitten. Blijf doorbewegen. En probeer zo recht als jij kan te komen. En nu doen we een paar niet te ingewikkelde bewegingen. Mijn armen gaan omhoog, voor mijn schouders, mijn rug, middenrug, onderrug. Mijn benen gaan omhoog, mijn billen worden geactiveerd. Alles eventjes lekker aanzetten. Kijken of alles een beetje soepel loopt. Niks ingewikkeld, dus komen ze aan. Ga plat liggen. En ik begin met mijn linkerarm 10 keer, mijn rechterarm 10 keer, dan mijn linkerbeen. Probeer dat hele been vanaf je bil omhoog te krijgen en dan het rechterbeen en dan alles bij elkaar. Heel simpel. Die links, die rechts, nu de andere kant vanuit je bil 10 keer. Met je benen omhoog. Andere kant. En dat is natuurlijk sowieso fijn om het goed voor. Nu gaan we twee handen voor, daarna twee benen. Dat was voor, nu gaan we naar achter. En nu alles tegelijk. En uiteraard hebben we een paar heupopeners. Je gaat op de breedte staan, zoals een squat of een wijder. Je zorgt ervoor dat jij zoveel mogelijk kan zakken, dat je voeten plat blijven. Je brengt je ellebogen in je knie, je duwt ze naar buiten. Pas aan waar nodig is. Dan blijf je naar buiten duwen. Blijf rustig zitten voor 10 seconden ongeveer. En wat je kan doen als het gaat, nog een beetje heen en weer bewegen. Zorg dat de boel lekker open blijft staan. Dat jij soepel kan bewegen straks. Breng de handen omlaag en draai één hand uit naar boven. Probeer heel je torso mee te draaien. Zorg ervoor dat je niet je hand gedraaid hebt, maar open en dan naar boven toe. Seconde of 10 heb je dat gedaan. Kom je rustig terug. Andere hand ook. Denk eraan. Deze zijde omhoog en niet gedraaid, maar helemaal uitdraaien. Hoor een paar keer plop plop, is oké, okay. Komt alles lekker los. Je komt rustig terug, je kan het natuurlijk nog een keertje doen. Je kan het ook weer dynamisch doen. Dan ga je omhoog, doen we exact hetzelfde, maar dan in deze positie. Draai naar boven en ook dit kan dynamisch of statisch, elke kant ongeveer 10 seconden. Alles om te zorgen dat alles een beetje aanstaat en het doet voor als jij net je bed uitkomt en gaat sporten of na een lange dag en veel gezeten hebt, is het wel even lekker om alles los te krijgen. Dan doe ik het omdat ik het lekker vind, een paar oefeningen die bij mij passen. Na het nakijken bij de fysio, Arie, die we heel erg missen, maar we komen zeker nog langs. Kom jij erachter wat voor jou handig is om te doen. Dus zo kom jij tot een voorbereiding pre-workout voor je workout. In een cyclus die voor jou handig is. Dit zijn een paar dingen die een basis kan zijn. En die basis kan je gebruiken. Voeg daar iets toe wat voor jou van toepassing is. Die jij van de fysio hebt meegekregen. Dit is er eentje. Vind ik zelf lekker. Je zakt door je knie. Komt weer terug. Andere kant. Keertje of 10. En je gaat zo diep als dat jij kan. Dus als dat maar tot hier is in het begin, helemaal prima.
Maar het moet op jouw niveau, beetje bij beetje. En begin ook gewoon lekker rustig, langzaam, kijken waar je komt. Hou het vast, kom rustig terug. En op een gegeven moment gaat het wat makkelijker. En voordat ik het vergeet, ik heb straks een linkje waar je even je gegevens achterlaat, even je inschrijft, zodat ik jou nog meer informatie kan geven natuurlijk. Het eerste wat je kan geven is een voorbeeldje van deze workout met de tips en tops erbij. Kost je niks, alleen maar een beetje zweet en een beetje inspanning. En dan kun je me laten weten wat je van die workout vond. Staat dan op je telefoon, kan je gewoon bij hebben, kan je zo zien. In een kleine pdf, niks ingewikkeld. Je downloadt het, je hebt het erop staan in een pdf versie. En there it is. Oké, dat is niet helemaal waar, het kost je wel wat. Als het even kan, like deze video, volg mij. Helpt mij een heleboel, maar het helpt ook jou en heel veel anderen eventueel. Like, follow, subscribe. En laat me even weten in de comments wat je van deze workout vond natuurlijk. En train de PDF, de workout van de deadlift / pull training. Oké, nu denk je, waarom heb je van die hoge sokken aan? Heb ik al mijn reden gedaan. Die stang komt er vaak langs. Het is niet omdat het stijl is of modieus is, maar het is vooral praktisch. Omdat die stang echt wel een keer er tegenaan gaat komen. Want je wilt de stang dichtbij houden. Voor de herhaling, we hebben de deadlifts. Ik laat je ook een deadlift zien. Je hebt natuurlijk de rack pulls, dat zijn drie verschillende types. Je kan per training kiezen welke je gaat doen. Je kan ze alle drie doen. De workout staat 8-8-8 en dan een paar extra oefeningen. Ik hou vandaag op een gewone deadlift en geen andere versies. Maar ik laat wel even kort zien hier in deze video welke versie je hebt. En we beginnen met de deficit. Deficit, staat op een verhoging van 5 tot 10 centimeter. Gebruik gewicht schrijven, plateaus, wat het ook is. Als jij maar hoger staat. Daarna doen we de rack pull. Oké, rack pulls. Net onder je knieschijf of iets op je begin scheenbeen. Dan heb je de bovenste helft. Deadlift weer vooruit. Spot de arms. Zet hem neer. Reset. En als laatste de gewone deadlift. En voordat je met deze workout begint, als je weet wat jouw max is, van je max deadlift, en je start met dit programmaatje, wat jij straks gedownload hebt als pdf'je, je start met 50% van jouw max. Ongeacht hoe het voelt, want je moet het opbouwen, prikkelbaarheid, herstel, belastbaarheid, voelen wat het doet. Je gaat tenslotte in één keer deficits maken, je gaat die rep pulls maken, je gaat daarna vanaf de grond. Het zijn allemaal 8 herhalingen. Naarmate je opbouwt en zwaarder, merk je dat die 8 wel moeilijker worden. Dat is niet erg, dan wordt het minder, dan wordt het 6 misschien. Sommige worden dan 4, de deficits worden misschien minder. Maar blijf zo lang mogelijk dat volume erop knallen. En dan kan je rustig opbouwen naar die piek. Er zijn ook andere versies, maar dit is eentje om rustig in te komen. En dan kan je alle variaties oefenen. Maar denk eraan, 50%. En voor de herhaling van de deadlift, die gaat staan. Je zorgt ervoor dat waar jouw lusje van je veter is, de stang daar is. Dus als je van boven naar beneden kijkt, daarboven. Dan ga je hinge, hangen, niet squatten. Hinge, je pakt de stang vast. Je trekt al iets aan de stang, dan hoor je als goed een klik. Heb je al spanning erop, dan trek jij jezelf in die grond, dat je oksels dicht aan, dat je niet kan kietelen, door je heupen klaarstaan, en dan duw je de grond weg, en zodra de stang voorbij je knieën komt, de heupen naar voren op de stang in. Dus hinge, trek, kom in positie, duw de grond weg, oksels zijn dicht,
Heupen. Dan voor we doorgaan, zorg ervoor ook dat je inademt. Je hoeft niet helemaal bol te maken. Probeer alles een beetje op spanning te brengen, zoals een vat met een ringetje eromheen. En dat is waarvoor de riem bijvoorbeeld komt, om te oefenen daarmee. Je ademt best wel kort krachtig in, zo. Dat alles op spanning staat, dat je alles hebt. Dat is wanneer je gaat tillen. Voorbeeldje van met riem om ga ik laten zien. Ik adem meestal in, dan ga ik in al die posities hangen. Trekken, oksels dicht, door de grond duwen, heupen naar voren. Dat zijn de 5 tips. Dus de snelle 5 tips voor jouw deadlift. Hinge, trek, oksels dicht, door de grond duwen, heupen naar voren. Dat zijn de 5 quick tips voor jouw deadlift. Nu met de ademhaling en de riem. En wederom voor de straps tussen duim en wijsvinger, de strap. Donder door de stang, in klemmen, scooterij en dan zit je vast. That's it. En superhandig, de barbell jack. Je krikt hem op. Je kan er zo bij, krikt hem terug. Schudt jouw ellendig tillen en je rug. Dus ik adem in, dan start ik alles stap voor stap. Neem ik dat door, daar focus ik op. Dit is dus het gewicht, de laatste van die deadlift kleurenladder van de zwaarste versie. Waar je dus 3x5, 3x10, 3x15, 3x20, 3x25 het gewicht gaat doen, 170 kilo. Dus wie weet, en we hebben hier weer een mooie locatie waar je de deadlift ladder zo kan maken naar buiten. Zoals je hier ziet, deze mooie drone shot komt hier nu aan. Inderdaad, lekker een keer gaan proberen. Dit was een stukje deadliften. De rest komt in no time voorbij. Lekker doortrainen. Probeer het uit. En zoals ik al zei, test de PDF uit. Lekker liften. Oké, de tweede oefening. Na deadliften gaan we lekker pull-ups doen voor die mooie lats. Tuurlijk zijn er andere oefeningen die je ook kan doen. Maar pull-ups zijn toch wel een vrij krachtig sterke oefening. En als je omgedraaid doet, wat ik zelf niet kan doordat ik geen rotatie meer kan maken door de breuk, helpt het ook nog eens bij je, jawel, je deadlift, maar ook bij je bench press. Maar nu pull-ups, omhoog, gecontroleerd zakken, lukt dat allemaal niet meer, set voorbij. We gaan vandaag 3 sets maken van 4 tot 6 herhalingen, misschien 8, totdat je de controle niet meer kan doen en dat je niet meer hoog genoeg komt met je voorhoofd erbij, dan houdt het op. Let op! Kortom, oefen gewoon de pull-ups met elastiek, met een blok eronder, spring omhoog, zak naar beneden, gebruik de elastieken,
Probeer ze. Pendlay rows vanaf de grond om kracht te creëren vanaf de grond voor die deadlift. Maak ze niet te zwaar. Zorg dat het explosief blijft. Niet te gek. Power, snelheid, dat is belangrijk. Het gewicht mag weerstand geven, maar jij moet explosief blijven. Dus je gaat naar de deadlift positie en je maakt die row. En that's it. Oké, dan hebben we nog de rear delts. Dat kan met de kabels bijvoorbeeld, maar bent over lateral raises kunnen natuurlijk ook. Je hinge erover zoals een RDL'tje. Je denkt aan een zijwaarts controle terug. En je doet een x aantal herhalingen. Vandaag doen we er gewoon lekker 15 stuks. Niet te zwaar, controle, bent over lateral raises voor die rear delts. Want die hebben we ook zeker nodig. Dus je hinge hem. En je gaat zijwaarts controle terug. Denk eraan, medium gewicht, liever lichter dan te zwaar. Vooral die duur erin houden, zorg ervoor dat het sterk is en vergeet die achterkant schouder niet, want die maakt het ook gewoon mooi af. Lateral bent over lateral raises. En de laatste oefening voor die brachialis, de hammer curls. Lekker setje van 15 herhalingen, duim naar boven, rechtop staan, kin op, borst op, trots. Curl, controle terug. Rek uit, span die triceps op, maximale rek erop en mooi curlen. Dit kan natuurlijk ook om en om, dat je eerst de ene kant doet en dan de andere kant. Doe wat voor jou lekker is. Je zult merken als je het één voor één doet, dat je net iets meer herhaling kan doen of dat je wat meer gewicht kan pakken. Maar vandaag maken we wat meer herhalingen, niet te gek. Hammer curls. Ze maken het niet te moeilijk. Borst op, kin op, rechtop staan. Stretch de hele bicep uit. Span even de tricepsarm niet te lekker door. Strekt. Kom naar boven, duim omhoog, hammer curls en dan hebben we het weer gehad. En dat was dus de deadlift training slash pull training wat we onder andere hier doen en in het pdfje staat. Vergeet niet aan te melden, check de pdf, comment, krijg een formuliertje, stuur dat op. Probeer die training, laat het weten en vergeet niet, subscribe, like, comment, volg mij. Voor meer gouden tips en laat me even weten wat jij van die tips vond, welke vond jij het beste. En misschien heb jij nog een paar andere die voor jou heel goed werken. Waardoor jij in één keer die mooie bicep hebt gekregen, een mooiere, betere chest, of dat het gewoon sterker werd met de benchpress. Natuurlijk, voor alles wat we hebben gedaan en hoe gaat die deadlift van